Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Soccer Fanshop. Kent u Thibaut Turquois? Wat doen die? Thibaut Turquois. Wat hij doen? Keeper. 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 Misschien brengt de keeper alles voor mij, hij pijpen. Als je maar voor mij blijft. Ik zeg, hey, hey, voor mooie dag. Het moet mensen pijpen allemaal vandaag. Jonger. Voetbal voor gekke mensen. Allemaal rennen achter één bol. Hallo, goeiedag beste mensen. Mijn naam is Mauri, ik ben vandaag in Utrecht. Ik ga aan de mensen vragen wat ze vinden van de transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid. Veel kijkplezier en Thibaut Courtois is een echte horse rider. Veel kijkplezier. Voor de mensen, kan je nog één keer zijn naam spreken? Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, dat is een goede keeper wel. Maar jij vindt Real Madrid iets hoog inbegrepen voor hem? Nou ja, het is wel een van de beste clubs van de wereld, dus dat niet echt, maar ik vind het wel een beetje zonde voor Chelsea, laat maar zeggen. Snap ik. Hey, wat zegt de smurf als je tegen de muur aan rent? Ik heb geen idee. Alweer een blauwe plek. Hey, bedankt voor je tijd man, ik wens je nog een fijne dag. Dankjewel, jij ook. Rabona TV, kan je dat één keer zeggen? Rabona TV. Dankjewel. Peace out. Ja. Ik ben Mauri, dit is Marlijn. Hi. Marjolein. Ja, Marjolein. Welkom bij Rabona TV. Bedankt dat je mee wilt doen. Wat vind jij van het transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid? Wat? Wat vind jij van de transfer over de keeper van Chelsea naar Real Madrid? Ik heb echt geen idee. Heb je een vriend? Nee. Kijk, voor ons 5 miljoen mensen mishandeling. Waarom? Je bent moslim. Nu? Geen Armenisch mensen in Turkije. Ook geen Armenisch mensen in het Midden East. Wat gebeurt? Shia, Sunna, Alawi, Dursi en Koerdi. Als je dit... Bismillah, het op. Bismillah, het op. Meneer Wilders, vast maken de het. Als je niet het op. Mijn naam is Mauri en ik ben hier vandaag met Casper in Utrecht. Casper, wat vind jij ervan? De transfer over de keeper Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid. Hij is een echte horse fighter. Wat vind je van deze transfer? Ja, kijk, weet je, ik vind sowieso dat iedereen zijn eigen mening heeft. En als hij weg wil gaan, dan zal het vast wel wat meer verdienen, denk ik. En als hij het voor het geld doet, ja, dan snap ik het wel. Ik vind het een goede transfer, denk ik, voor Real Madrid. Ik vind het ook een goede transfer. Ik hoop dat hij veel ballen zal tegenhouden. Ja, dat... Kent u Thibaut Turquois? Wat doen die? Thibaut Turquois. Wat hij doen? Keeper. 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 Misschien brengt de keeper alles voor mij, hij pijpen. Als je maar voor mij blijft. Ik zeg, hey, hey, voor mooie dag. Het moet mensen pijpen allemaal vandaag. Jonger, voetbal voor gekke mensen. Allemaal rennen achter één bol. Moet altijd. Goal, goal. Dit is de voetbal. Niet oud. In! Lekker mooi voetbal. Dank u wel. Love you. Love you too. Ja, nee. Met moedervlek voor mooie dag. Mooi kusje, lief mijn papa. Dag. Moedervlek. Hij wil niet, hè? Hallo, ik ben Mauri. We zijn hier met Lotte. Ja, hoi. En met Sjoukje. Hallo. Hallo, het is makkelijk, Sjoukje. Dankjewel. Ik heb een vraag over voetbal. Het is voor een preek voor school. En mijn vraag is, wat vind jij ervan, de transfer van Thibaut Courtois, de keeper van Chelsea, naar Real Madrid? Oh man, ik hoe dan? Ja, nee, daar vind ik echt helemaal niks van. Oké. Sjoukje, weet jij misschien wat over de transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid? Daar heb ik echt een hele sterke mening over. Ja, tof. Tof, ja zeker tof. Hij gaat voor 35 miljoen verhuizen. En het is een hele goede keeper. 35 miljoen, ja klopt. Ik vind het echt belachelijk dat er zoveel geld omgaat in de voetbalwereld. Het is maar echt een hobby. Dat vind ik wel bullshit. Maar verder weet ik niet zoveel van voetbal. Het is een hobby. Nou ja, nee, het is geen hobby. Nou ja,
een beetje uit de hand gelopen hobby. Heb je een vriend? Nee. Ben je getrouwd? Ja. Met wie? Niemand. Oké. Goedemiddag, we zijn in Utrecht. Mijn naam is Mauri en uw naam is Jan. Mijn naam is Jan. Welkom Jan bij dit interview. Dit is voor een goed deal. En wat vindt u ervan dat Thibaut Courtois wordt getransferd van Chelsea naar Real Madrid? Nou, ik ben een spoor helemaal bij wat transferbedragen aangehaald. Dus gisteren zei ik dat die Courtois verkocht werd. Ja. Voor 80 miljoen. Oh ja. Zijn we een beetje gek geworden in de voetballerij? Ja. Vind ik persoonlijk hoor. Bent u een echte horse fighter? Wat is dat? Een horse fighter is een persoon die doet waar zijn ware hart ligt in het leven. Nou, ik ben 45 jaar metselaar geweest. Ja. En ik ben al die-hard voor FC Utrecht. FC Utrecht? Ja, ik kijk ook niet helpen natuurlijk. In het verleden heb ik een hooligan ontmoet. Oh, hij was ook voor FC Utrecht, maar hij was zich niet te houden. Nou, zo ben ik gelukkig niet hoor. Oké. Ik ben iets ouder hè. Klopt. Dus, nou, we zijn vandaag in Utrecht en wie hebben we hier gezien? Ilja. Hi. Hallo. En Anouk. Hoi. Hoi. Komen jullie uit Utrecht? Ja. Ik heb een vraag over voetbal. Over een keeper die keept bij Chelsea en hij wordt getransfeerd naar Real Madrid. Voor 35 miljoen. Wat vind je daarvan? Dat is best veel geld. Ja, want ik zou ook al verdienen. Ja. Ja, dat is heel veel. Dat is inderdaad heel veel geld. En wat zegt de smurf als hij tegen de muur aan rent? Auw. Nee, weer een blauwe plek. Oh. En hebben jullie een vriend? Nee. Ik heb ook geen vriendin. Maar bedankt dat jullie mee willen werken aan het interview. Willen jullie nog wat zeggen aan de kijkers van Rabona TV? Volg me op Instagram, iljab_. Anouk met 3K's 2007. Oké, dankjewel. Mag ik weten wat jouw mening is over die ene transfer naar Chelsea? Je vraagt wat mijn mening is. Ja. Thibaut Courtois is een hele goede keeper. Hij staat op het punt om te beginnen aan zijn hoogste punt van zijn carrière bij Real Madrid. Hij heeft een goede tijd gehad bij Chelsea. Maar nu is het echt tijd om zijn ware potentie te laten vloeien, te volbrengen. Ja, klopt. Ga ik tegen mijn vader zeggen. Oké, dankjewel. Okay. Doei dames. Doei. Rabona TV. Nou beste mensen, jullie hebben het gezien. De verschillende meningen over Thibaut Courtois en het transfer van Chelsea naar Real Madrid. Bedankt voor het kijken. Shout-out aan alle kijkers van Rabona TV. Groeten van Mauri. Peace out.